We staan hier in Emmerhout bij de Smulwereld. Wat is er vanavond gebeurd? Vanavond rond de omsluitingstijd hebben ze weer geprobeerd deze cafetaria te overvallen. Twee mannen, waarschijnlijk gemaskerd met een pistool, ook waarschijnlijk. Ik was er natuurlijk zelf niet bij. En helaas was de medewerker die bij de vorige overval betrokken was, een paar weken geleden, was nu aan het werk. En we hadden gelukkig tot op het laatst klanten in de cafetaria. En we zijn tot 9 uur open en om 9:03 gingen die klanten er vandoor. En toen kwamen de overvallers op de deur afgerend en de deur zat al op slot, preventief. En toen probeerden ze naar binnen te komen en toen zag onze medewerker een getrokken pistool. En toen gingen de jongens, die ramden wat aan de deur en toen renden ze gelijk weg. Dus toen heeft de medewerker onmiddellijk op de alarmknop gedrukt en 112 gebeld. U zegt alweer. Is een paar weken geleden ook gebeurd? Ja, helaas. Drie weken geleden alweer op zondagavond, ook rondom sluitingstijd, rond 9:00, is hier ook een gewapende overval geweest. En toen is het wel gelukt. Dus toen zijn ze er met een geldbedrag vandoor gegaan. In ieder geval, die daders zijn helaas nog niet gepakt. Wat heeft de politie vanavond gedaan? De politie was enorm snel ter plekke en die zijn gelijk op zoek gegaan en er zijn inmiddels ook 2 arrestaties verricht. Alleen, wij weten natuurlijk niet of dat de daders zijn. Ik bedoel, die zijn natuurlijk nou afgevoerd naar het bureau in Assen. En dat is even afwachten, daar zal de politie niks over zeggen op dit moment.